Mijn naam is Koen van der Hoek. Ik heb een akkerbouwbedrijf in Drijschor, dat is op Schouwen-Duiveland in Zeeland. Met normale teelten hiervoor hier in de streek, aardappels, uien, pootgoed, graszaad, bieten en tarwe. Ik heb de Condor gekocht 3 jaar terug. Ik rijd nu 3e seizoen ermee en tot nu toe is het goed bevallen. Hiervoor hadden we een Sebeco, heette dat toen nog, een ZH3300 met 33 meter boom op smalle wielen, spoor 1,50. Deze machine hadden we aanvankelijk ook weer gekocht op smalle banden, maar na 3 hele natte zomers zijn we toch gestopt om met smalle banden te spuiten. Dus dit jaar is er een 45 meter boom opgekomen met ben ik met brede banden gaan spuiten, zodat ik geen insporing meer heb. En dat bevalt tot nu toe heel goed. De machine is uitgevoerd met Stabilo Plus systeem, dat ik op de oude machine ook al zat. En dat is gewoon een heel goed systeem, want de machine loopt gewoon stabiel, hoe ongelijk het ook is. Nu met rijpaden heb je minder last van die ongelijkheid, maar ja, het blijft gewoon een groot pluspunt van de Agrivac, het Stabilo Plus. Ik vind dat, ja, het werkt heel goed met het touchscreen. Het is gewoon helemaal up-to-date en is heel overzichtelijk en het is gemakkelijk in het gebruik. Het uitzicht is goed en het geluid is ook goed. En ook gewoon voor je eigen gezondheid nu met het nieuwe cabinefiltersysteem is het gewoon voor jezelf ook wel een stuk gezonder buiten met de oude spuiten. Ik ben er 's avonds, ja, heb ik er minder last van na het spuiten. Het is met deze machine mogelijk om ja, heel je tank feitelijk leeg te spuiten. Ook als je goed je planning maakt met je blokken, dan is die gewoon leeg. En anders kun je gewoon nog helemaal leeg spuiten. En ik vind dat een groot voordeel, want het spoelen is gewoon, het spoelwater hoeveelheid is maar een kwart meer van de oude machine. En je weet ook zeker dat die schoon is nu met die ringleiding.